zijn in Lourdes en dat is de plaats waar Maria en Bernadette is verschenen meer dan 150 jaar geleden. En daar is ze 18 keer verschenen en Bernadette zag haar als de dame. En tijdens een van die verschijningen heeft ze zich geopenbaard als ik ben de onbevlekte ontvangenis. Zo weten we dat het Maria is die zich verscheen aan Bernadette. En daarom zijn we hier, net als al die pelgrims die al die jaren gekomen zijn, om bij het water, met het aansteken van een kaarsje en samen vierend, samen troost te vinden in ons geloof. Normaal gesproken ben ik hier of met mijn ouders of ben ik hier met een bepaalde reis dat we alleen maar even een week naar Lourdes gaan. En nu ben je hier een dag en met zoveel jongeren en is het toch weer, het gevoel is iets anders, maar het is toch wel weer, het voelt toch wel weer hetzelfde als altijd. Ja, het mooie van het verhaal van Bernadette is dat we in haar kunnen zien dat God oog heeft voor de minderen. En wanneer we in ons maatschappelijk leven om ons heen kijken, dan kijken we vaak op tegen mensen. Mensen die het goed doen in door hun intelligentie of door hun rijkdom of door hun status. En Maria verschijnt aan Bernadette, net als dat ze op andere plaatsen verschijnt aan iemand die heel eenvoudig is. Het hoogtepunt van Lourdes vinden, ja. De mis was ook mooi, allebei wel. Ook die aanbidding was ook mooi. Eucharistie aanbidding. Ja, die was ook super mooi, maar dit is wel echt de kers op de taart. Mooi met z'n allen bidden en zingen, dat is denk ik wel het mooiste. Ja, ik denk dat ik ook wel dat deel, dit is het mooiste tot nu toe in Lourdes. Het is natuurlijk eigenlijk al voorbij. Ja. Maar wat mij vooral het meest aansterkt is de verbroedering die je dan hebt. Ja. Dat hebben we eigenlijk de hele dag wel gehad. Ja. Met onze deelgroep, maar ook met anderen gewoon. En ook zelfs anderen van andere talen waar we geen woord meer konden spreken. Dat was wel, mooi om te zien dat dat kan. En dat je zo samen kan zijn en iets kan delen zonder dat je hoeft te communiceren. En dat is prachtig, ja.